What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Video Corner, waarbij we alles bespreken wat met films te maken heeft. En deze week hebben we weer twee nieuwe films en één serie. We beginnen met Dune Part 2, vervolgd door Spaceman en tenslotte de serie The Gentleman. Maar voordat we beginnen, jongens, hoe is het met jullie? Hebben jullie nog wat meegenomen voor deze week? Ja, gaat lekker. Ja? Ja man, met jullie? Met jou ook? Ja, je mag niet klagen. Ah, dat is mooi. Nee, ik heb ik was dingen aan het kijken van de week. Big Bang Theory. Ik vind dat echt een van de beste series die ze ooit hebben uitgebracht. Ja. Dus ik was daar aan het kijken en op een gegeven moment, er is een aflevering. Daar zitten Amy, dat is de vriendin van Sheldon. Mm-hmm. En Sheldon zelf zit op de bank. Zitten ze Indiana Jones, de allereerste film. Ik weet het, Lost of the Raiders of the Ark, ja, of zo zoiets, zitten ze kijken. En op een gegeven moment zegt Sheldon van, ja, wat vind je ervan? Je kent Sheldon, met dat soort films is hij heel erg fanatiek. En Amy die staat heel droog op. Hij zegt, ja... Hij staat heel droog op. Zij staat op. En ze zegt van, het valt me alleen op dat, ook al speelt Indiana Jones er wel in, of niet in, uiteindelijk vinden de nazi's de steen en uiteindelijk gaan ze hem ook activeren, waardoor ze uiteindelijk ook doodgaan. Ja. Dus het heeft geen nut dat Indiana Jones erin speelt. Ik heb alleen niet de tijd gehad om ook echt naar die film te gaan kijken. Om te kijken of het ook echt klopt. Ja, nou ja, ze smelten weg. Volgens mij bedoelt ze dan die scène. Maar ja, Indiana Jones is daar ook voor die steen, weet je wel. Als hij daar niet is, ja, dan neemt niemand hem mee. Hoe bedoel je? Dus ja, Indiana Jones is daar ook voor die steen. Hij is toch een, hoe noem je dat, een archeoloog, volgens mij? Semi, ja, een professor. Ja, zoiets, ja. Dus hij verzamelt ook die dingen. Ja, hij verzamelt die steen. Die nazi's vernietigen zichzelf wel, maar uiteindelijk komt hij toch voor die steen ook weer. Ja, dat klopt. Maar zij zeggen, het einde van de film verandert niet zolang omdat hij erin speelt. Want uiteindelijk vinden ze hem. Activeren ze. Ja, maar het gaat ook niet over die steen. Dat gaat om Indiana Jones. Ja, het gaat om Indiana Jones. Klopt. Maar hij wil die steen. Ja, maar zij zegt ook, het einde verandert eigenlijk niet. Ja, oké. Valt te discussiëren. Ja, maar die serie die heeft meestal ook feiten dat het echt gewoon klopt. Je kunt de meeste dingen kun je opzoeken en ze hebben ook gelijk. Ja, maar dat kun je bij alles zeggen. Weet je wel, ja, bij de serie The Gentleman, als hij hem niet had geërfd, had zijn broer hem wel geërfd. Dus hij hoeft er niet in te spelen. Dat betwijfel ik, hoor. Ja, snap je. Maar dat is soms een gentleman. Oneindig discussiëren over alles. Mirza, heb jij nog wat? Ja, deze afgelopen weken kwam ik een nieuwtje tegen dat er een remake komt van The Naked Gun. Volgend jaar, in 2025. Ja. Ik weet niet of jullie die film kennen. Ja, ik ken hem wel, ja. Ja, en wat heb ik er persoonlijk mee? Het is eigenlijk een van de eerste films die ik begon te kijken toen ik, 13, 14 was of zo. Ja. Maar ik snapte de film soms nooit. In de zin van, hun zijn een soort van voorloper van spoof comedy. Mm. Waarbij ze van originele films een beetje de parodie van maken. Ja. Ja. En dan gebruiken. Ja, een soort van, wat is een voorbeeld. Movie. Ja, maar die kwam later natuurlijk. Nee, maar ik bedoel gewoon, dat is een soort precies. Zo'n een parodie ding wordt het. Ja, maar dan gebruikten ze bijvoorbeeld een kistje en dan je weet niet wat erin zat. Ja. Dat was dan een verwijzing naar Pulp Fiction. Ja. Pulp Fiction. En dan uiteindelijk ging dat kistje open, zat er een foto van een oma in bijvoorbeeld. Dat soort rare dingen, weet je wel. En dat is weer Reggie Bibbidi. Juist. Maar door die film snapte ik de film nooit. Ja. En dacht ik van, waar komt dit vandaan? Daardoor ging ik naar andere films zoeken, dat soort dingen. Een in en al Easter egg eigenlijk. Eigenlijk wel. Een soort van. Ja, en jarenlang van die drie films was altijd Leslie Nielsen, die helaas overleden is in 2010, mm-hmm. was altijd de hoofdrolspeler. In de nieuwe film komt Liam Neeson. Die gaat de hoofdrol vertolken. Oké. Okay. Ik weet niet of hij ready is voor humor. Zeg maar, om de grappige man te zijn. Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Je ziet veel acteurs een switch maken nu in één keer. Laatst hadden we het over de film van Kevin Hart. Die op Netflix is verschenen. Waar hij een serieuze rol speelt in één keer. Ja. Nu hebben we ook met John Cena. Ja, maar speelt ook, hij een grappige rol. Nou, John Cena speelt vaker en is ook een grappige rol. Maar hij is niet grappig. Maar, dat is wat anders. Ja, maar het is... maar wat hij zegt klopt ook wel een beetje. Ja. Want Dwayne Johnson die zei laatst van... ik wil ook wat films maken die ertoe doen. Hmm. En ik meende dat nog iemand...
las ik deze week nog over... ik wil films maken die bijblijven. En dat was ook weer zo'n acteur die allemaal van die klote rollen speelde. Ja. Altijd. En ik weet even niet meer wie, hoor. Maar ja, die zegt ook van... ja, ik wil films maken die mensen een beetje bijblijven. En niet meer gewoon een comedy die binnen 2 jaar is verloren gegaan. Ja, in het archief. Maar ja, misschien is het ook een soort van... net als muziekartiesten, dat ze even een andere genre proberen of zo. Ja. Ze kunnen, toch? En dan lukt het niet, gaan ze weer terug. Ga je wel weer terug, ja. Niet gezond is altijd mis. Daarom, tuurlijk. Hoe is het met jou, Oren? Met mij is... bij mij gaat het goed. Zoals ik de Haka vroeg het ook al. Ja, het gaat wel goed. Er is niks veranderd. Maar ik heb wel wat anders meegenomen. Ik was afgelopen... niet afgelopen week. Die week daarvoor zat ik even op het internet. Ik kreeg steeds een suggestie. Ja. Ik herkende de jongen eerst niet. Maar toen klikte ik erop. Want het heette Project XX. Ik dacht misschien... hè, Project X of zoiets. Maar het bleek Oliver Cooper te zijn. En in het filmpje op het YouTube kanaal Project X Doos gaat hij de gang gatheren voor een Project XX. Natuurlijk kennen we Project X, een film uit 2012. Het is een begrip geworden, Project X haren. Of een feestje dat uit de hand loopt, noem je automatisch tegenwoordig een Project X. Yeah. Die heeft destijds 102 miljoen opgeleverd in box-office. Maar nu zie je hem in dat filmpje. Is hij soort van werkloos, zit hij op de bank, kijkt hij naar oude beelden. En zegt hij van ja, shit, we moeten dit weer gaan doen. En dan gaat hij Dex ophalen, dus die cameraman. En die werkte inmiddels bij zo'n Chinese restaurant als serveerder. En zegt hij van, wil je dit niet je hele leven lang? Hij begint weer gelijk met die manipulatie, wat hij ook in die Project X deed. Dus hij zegt van, kom, je wilt toch niet je hele leven hier werken? En dan gaan ze naar die hoofdrolspeler, die Thomas. Die Thomas die zit inmiddels, hij is een executive geworden van Warner Bros. Of zoiets. Oh, ja. Hij zegt van nee, dat gaan we niet aan doen. Probeert ondertussen nog geld te regelen bij zijn ma. Vraagt hij van, kost maar 10.000, geef me gewoon 10.000. En ondertussen klopt hij altijd aan bij Warner en noem het maar op. En daarna gaat hij ook Miles Teller opzoeken. Miles Teller is niet thuis. Gaat hij naar een podcast waar hij is. Miles Teller zegt, fuck you, rijd weg. Dan gaat hij weer naar Thomas. Thomas zegt, hey, Miles is in. Dan zit hij weer te liegen, weet je wel. En dan vervolgens zeggen ze van Project X 2, let's go. En dan stopt hij. Het is de vraag of die ook echt gaat komen. En dan kun je ook weer vragen van, ja, willen we dit? Want het is ook alweer 10 jaar later. Die jongens zijn al wat ouder. Zaten toen nog op school. Wat ga je nu ervan maken? Ja. En als dit de marketing dingen is, dan is het nu al best wel genius, toch? Ja, ja dat wel. Ja, klopt. Maar ja, zit je te wachten op een nieuwe Project X? Dat is de vraag. Ja, maar wat zou een soort van toevoeging zijn dan? Kijk, toen was het echt nieuw. En dat was toen het dingetje dat het gewoon zo geweldig maakte. En dat het zo semi... ja, een beetje Paranormal Activity-achtig, weet je wel. Dat het gewoon zo'n handheld camera is. De hele film en zo is een soort van rode draad gecreëerd. Ja. Alleen, ja, wat ga je nu doen? Nu kun je het al voorhand voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Het is niet meer vernieuwend. Ja. Ja, of je moet een versie maken van nieuwe studenten. Maar ja, zoals ik zeg, dan is het ook al... de hele plot is al een soort van verpest dan al. Ja, je weet al wat gaat gebeuren. Ja. Dus ja, ik weet niet of je dit zou moeten maken. Maar was dat hele Project X niet waar gebeurd toen? Nee, maar dit is, het is een film. Ja, oké, ik weet dat het een film de haren is, maar... bedoel je? Nee, niet haren. Maar was dat niet ook echt zo uit de hand gelopen feestje in Amerika? Nee, volgens mij echt niet. Gewoon... het is gewoon echt scripted volledig. Oh, okay. Maar Project X Hara had je dat nog, inderdaad. Dat was toen daar een stuk TV toe groot geworden. Ja. Want zij waren de enige die met een camera bij het publiek kon. Ja, een flinke klap gekregen toen. Ja, dat ook. En maar wel de beelden aan RTL volgens mij Boulevard verkocht. Ja, voor flinke geld. aan een grote concurrent nu, toch? Ja. Ze zitten nu bij Talpa. Ja, klopt. Maar... nee, maar die gasten die doen bijna niks meer uploaden tegenwoordig. Maar ik kwam er laatst achter toen ik die Noah Lang documentaire zag. Ja. Zag ik producer Giel de Winter. Giel de Winter staan. Ja. En schijnbaar doet hij met zijn productiebedrijf doet hij ook documentaires maken. Zij zijn al bezig met een ander programma, man. Zij gaan naar verlaten huizen. Ja, Drop. Ja, Drop. Klopt. Dan gaan ze naar bespookte huizen of zo. Of een oude gekke huis. En dan gaan ze daar zitten met allemaal van die meters en dat soort dingen. Ja, nou, dat vind ik 3 keer niks. Enige succesdingen nog steeds is jachtseizoen. Jachtseizoen is hebben ze ook aan 2 andere landen verkocht. Ja. En dingen is ook leuk. De kluis. Oh ja. Dat de kluis is vind ik ook leuk. Maar doen ze het hele jaar door jachtseizoen? Nee, ja, ze doen wel volgens mij 2 of 3 keer doen ze dat. Hè? Je hebt nu gewoon in de zomer draait een stukje wat ze in de lente of zoiets hebben gefilmd. Ja. En in de zomer filmen ze een stukje voor in de winter. Maar tegelijkertijd volgens mij komt er ook op tv hè, tegenwoordig. Mm. Ja, klopt. Dus je hebt 3 soorten jachtseizoen. Je kunt op Amazon kun je ze kijken. Ja. Maar zijn we niet zo groot geworden dat ze een soort van YouTube zijn uitgegroeid?
Ja, zeker. Is ook op tv. Maar het is een beetje van hoe je het aanpakt. Kijk volwassen naar jachtseizoen, kijk nou naar volwassen. Volwassen kijken naar jachtseizoen. Maar het is een beetje hoe je het aanpakt. Voor de een pakt het goed uit, voor de ander niet. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld buitenland, die Sidemen, die hebben eigenlijk gewoon een hele productie dingen opgezet. Mr. Beast heeft een hele productie. Ja. Hij verhuurt zelfs een halletje, verhuurt die aan filmmakers. Oh ja. Gewoon echt aan Warner Bros. En zo. Ja. Klopt. Hij heeft 1,3 miljoen aan gear of zoiets heeft hij in een dingen staan, aan camera's en zo heeft hij staan. Dus hij heeft echt een bedrijf van gemaakt. Ja. Talpa heeft het overgenomen. Ze hebben een leuk bedrag voor gekregen. Maar ja, dus hun visie lag misschien niet daar zoals die van Sidemen. Oh ja, Bankzit is ook een voorbeeld in Nederland. Die hebben ook een heel eigen productiehuis inmiddels. Maar dingen heeft er weggezet. Is het super gaande, kun je ook zelf te zeggen. Die hebben het ook weggetekend. Mm. En uiteindelijk ligt het echt aan het productiebedrijf wat ze ermee willen doen. Ja. En het ligt niet meer aan Supergaande of aan Stuk TV. Ja. Het moet geld opleveren. Ja. En als het niet geld oplevert en je draait een verlies op, dan zeg ik, nee, dat gaan we niet doen. Ja. Nee, maar zo heb je bijvoorbeeld bij Sidemen heb je sommige video's. Die gasten geven gewoon een ton uit of zoiets aan cadeautjes aan elkaar. Oh ja, ja, klopt. Ja, ja, of Mr. Beast geeft soms miljoenen weg. Ik denk dat hij soms bij sommige video's wel verlies draait. Mm, maar dan loopt hij vervolgens en abonnees loopt hij dan in. En dan de volgende video wel weer meer verdiend. Ja. Heel ingewikkeld pakket. Hey, de holdovers. 1 dag voor de Oscars, aangeklaagd voor plagiaat. Ja. Ja, ja. Wat kun je erover zeggen? Nou, ik vond het een beetje wie heeft ze aangeklaagd? Ja, een schrijfster van de film Luca. En die had in 2011 een script of zoiets geschreven. Die is nooit uitgekomen. Ja. En dat gaat over een 15-jarige man. Die is dan kinderarts of zoiets. En een 15-jarige kind. In een soort van geïsoleerde setting. Zorgt ervoor dat ze samen tijd doorbrengen. En dat dat kind dan die man soort van aanpast. Het is een grumpy old man. Oh, okay. En ja, dat idee is dan schijnbaar... De schrijver Alexander Payne die heeft dus ook in 2011 en in 2019 het script mogen lezen. En hij zegt van, ja, het idee is 1-op-1 gekopieerd. Maar ja, zo kan je ook zeggen, Mein Gott Otto, weet je wel. Die is dan ook gestolen daarvan. Want je hebt heel vaak inderdaad dat, dat je een geïsoleerde dingen hebt... en dat je een grumpy old man hebt. Scrooge is ook zo, weet je wel. Ja. Die oude man past zich aan door een geïsoleerde setting. Dus ik vind het een beetje onzin. En de timing is een beetje kut. Ik denk dat het ook bewust doen, net voor de Oscars. Tuurlijk. Even een sneer uitdelen. Maar ja, als je gaat verliezen, die rechtszaak, dan... komt er 2 keer zo hard aan voor de schrijver. Dat is ook zo. Voor degene die aanklaagt. Ja. Jongens, ik denk dat we genoeg hebben besproken. Zullen we beginnen? Zullen we beginnen? Laten we beginnen. Laten we beginnen met de lang verwachte film Dune Part 2. Jongens, we beginnen gelijk met de grootste titel van vandaag. Dune Part 2. Ja, misschien van de afgelopen paar afleveringen toch wel? Ja. Niet alleen van vandaag. Ja, maar vandaag is sowieso de grootste film. Kunnen jullie film beschrijven in 1 woord? Schrijven in 1 woord? Beschrijven. Oeh. Oh, beschrijven, oké. Okay. Beschrijven. Listen up, Gaïf! Ik schrijf het daarbij aan, ja. Dat is toch een prima omschrijving? Ja. Is dan een woordje, ja, macht. 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 Machtig. Machtig. Je kan ook zeggen mockery. Mockery. Ik zeg mockery en zeg jij Lisa Al-Ghayou. Ja? Okay. Eerlijk verdeeld. Yeah. Maar Haka, waar gaat de film over? Ligt dat eerst even toe? Ja, de film gaat over... het gaat eigenlijk over een... Paul Atreides. Ja, het gaat over een jonge genaamd Paul. Die probeert geaccepteerd te worden bij een clan, een stam. Wat is het? De Freeman. De Freeman. Ja, de Freeman. Ja, die probeert daar geaccepteerd te worden. In het begin accepteren ze hem niet, maar achteraf wordt hij wel geaccepteerd. En gaan ze de vrijheidsstrijd aan? Of vrijheidsstrijd? Kun je het zo vernoemen? Nee, kijk, ik zou het even zeggen. De wereld wordt gerund door een familie. En die familie heeft dan weer aftakkingen. En Paul Atreides' familie, die is deel 1, die is die vermoord, uitgeroeid. Dat zie je ook gelijk in het begin. Ja. Vervolgens wil Paul Atreides wraak, maar hij kan natuurlijk niet zelf wraak nemen. Dus gaat hij samenwerken met de Freeman. Juist. Iets beter verwoord. Ja, veel beter verwoord. Ja, maar ik heb deel 1 niet gezien, dus ik wist eigenlijk dat is niet... meer dingen. Maar ja, in het begin wordt het ook al gewoon gelijk duidelijk eigenlijk. Ja. Maar dan neemt hij wraak op... voor zijn familie, voor de Atreides stam. En daarvoor doet hij hand in hand kameraden met de Freeman. Ja, zoiets. Ze zijn wel fijner, toch? Ja, ja, ja. Paltje. Maar ik heb deel 1 niet gezien. Jullie wel? Zeker.
Lang geleden, hoor. Lang geleden. Wat had je vooraf verwacht van deel 2 eigenlijk? Mag ik eerst even toelichten waar mijn woord... wat ik zei, mockery. Mockery? Ja. Dit is eigenlijk toch wel gewoon een soort van mockery van religie, toch? Ja. In combinatie met jouw woord. Maar bij alles, weet je wel, zegt hij van... Oh, zoals geschreven... Is dat een game? Ja. Het is gewoon eer vooraf Midden-Oosten spices is dan vervangen. Het had olie moeten zijn, soort ja, van. Klopt. En ja. Dan is Paul Atreides een soort van profeet. En alles wat hij doet, wordt opgehyped. En ze hebben het zelf soort van wijsgemaakt aan het lagere klasse van de maatschappij. Dat er ooit een soort van verlosser zal zijn. En noem het maar ook. Maar ik onderbreek je heel erg. En Zendaya die weet wel. Die trapt daar niet in en de rest van de volk. Ja, daar wou ik dus eigenlijk op. En dan zou je eigenlijk ook kunnen toepassen op elke religie, soort van dat idee. Zoiets. Ja, jij zegt nou, Zendaya, die weet het dan wel, zei je. Maar daar wou ik eigenlijk op inhaken. Want wat ik in de film zie is ook, de ouderen, die zijn wel echt helemaal, die gaan helemaal mee met dat geloofgedoe en dat soort dingen. En dan heb je weer de jongeren, die zijn dan van, ja, we zijn gek en... Wij geloven daar niet in. Dat is een beetje wat vandaag de dag gebeurt. Ja, dat klopt wel. Ja. Nee, maar ja, dat viel me vooral op. Nee. Wat had ik vooraf verwacht? Veel actie. Want dat had Denis Villeneuve. Hoe spreek je zijn naam? Ja, Villeneuve. Villeneuve. Weet ik niet precies. Maar ik heb dan al bij heel veel gasten van vroeger of zoiets is dat ooit een keertje zo gebleven. En je kan me wel corrigeren, maar dat blijft zo bij mij. Maar het is veel actie werd wel verwacht, inderdaad. Dat was vooraf al gezegd. Nu gaat hij wraak nemen. En 3 zou nog bigger and better moeten worden. Dus dat had ik vooraf een beetje verwacht. Ik hoop het. Ik ga deel 1 nog even terugkijken. Ja, daar heb je dus eigenlijk helemaal geen fuck aan. Nee, nou niet meer. Maar deel 1 hoeft hij ook niet per se te kijken. Want in deel 2 wordt al een soort van duidelijk wat er is gebeurd. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik vind deel 2 op zich een alleenstaande film ook wel. Het is gewoon gebaseerd op boeken. Ja, je hoeft niet per se een hele boekenreeks te lezen om alles te snappen. Je zou gewoon boek 2 kunnen lezen. En boek 2 is een hele verhaal op zichzelf. Misschien is het dan handig om deel 1 te lezen. Maakt het leuker. Maar je zou je zou Harry Potter 3 ook gewoon zo random kunnen lezen. Maar dat was in dit geval ook zo. Maar hoeveel boeken heeft deze? 6 of zoiets. Maar dat wordt niet allemaal verfilmd. Oh, oké. Okay. Wat wel fijn was van deze film is... je hebt 1 dan niet gekeken. Hij gaat wel gewoon letterlijk door waar hij was gebleven. Dat wel. En daarom is het ook part 1 en part 2. Nee, maar ja. Ja, maar zo gaat het. Zo is dat wel inderdaad. Echt gewoon jarenlang verder is, dan is het gewoon een deel 2. Maar dit is gewoon letterlijk part 2. Ja. Ja, ja. Ah, goed gezien. Scherp. Dat is wel zo. Het heet geen Harry Potter 1 en Harry Potter 2. Het heet Harry Potter Stenen Wijze. Kijk bijvoorbeeld Flodder. Flodder in Amerika gaat niet verder waar het in Flodder 3 was gebleven. Of Flodder 1 was gebleven. Ja. Dat is een heel losse verhaal. Ja, nee, gelijk. Ja, dus nee, het ook helemaal niet. Ik lul. Die huis staat die huis is afgefikt toch aan het einde. Nee, maar wat fijn is inderdaad, is het gaat verder op het punt waarbij hij net geaccepteerd is, soort van, door de Freeman. En hij heeft een battle gehad met die Jamies. En de bodybag van Jamies ligt er nog. Jamies, zijn lichaam is waarschijnlijk nog niet eens koud. En hij gaat gewoon letterlijk daar verder waar hij was gebleven. Dus en dat op zich vond ik het echt super fijn. Super tof. Ja, klopt. Ja. Wie is die Jamies? Ja, Jamies is... dat vraag ik me af. Ja, Jamies, dat is dan wel misschien handig om deel 1 te kijken. Jamies is een soort van acceptance battle. Je moest vechten tegen iemand van de Freeman om toegelaten te worden. Mm. En Jamies bood zichzelf aan, was dat het? Het is best wel een tijdje geleden hoor. Hij bood zichzelf aan om te strijden tegen dingen. Okay, en cool. Paul Atreides heeft uiteindelijk gewonnen. Ja. Heeft Paul hem ook... Ja, dat moet. Ja, ja, ja. Als hij wil te aansluiten bij de dingen. Dus hij moest hem killen. Ja, hij moest hem killen, ja. Oké. Okay. Dat is ook weer duidelijk. Dat is een soort van interview geworden, weet je wel. Ik heb deel 1 nieuws, weet je wel. Ik ben Danny Villeneuve, weet je wel. Hij is journalist. Maar ik heb deel 1 nieuws in, dus ik heb een vraag. With the camera. You know what camera is? Wij zijn ik ben je assistent. Jij kijkt af en toe keer naar mij. Zo klopt dat. Ja, is geklopt. Ja, maar ik stapte echt blind in bij Dune. Dus voor mij was het echt een
nieuwe wereld wat voor mij openging. Wat ik wel leuk vond is... er was een verrassing. En dat was een week voordat hij uitkwam. Tijdens de première was daar in één keer Anya Joy-Taylor. Die kun je kennen onder andere van The Queen's Gambit. En van Furiosa, wat binnenkort uit gaat komen. Ja. Wat het wel heel vaak moeilijk is in Hollywood... hou je heel lastig dingen verborgen. En dat is gelukt. Want zij speelt ook in die film. Maar het wist tot aan de première wist helemaal niemand dat. En ze heeft een hele kleine stukje in de film. Spoiler alert. Spoel even 10 seconden verder als je het niet wilt weten. Ze komt heel even komt ze voor. En dan hoor je iets zeggen van... Hey brother, huppel de pup. De moeder is zwanger. En zij gaat dat, denk ik, in deel 3... komt ze dan echt in de film. En dan is het de broertje van Paul Atreides. Ja. Maar wel leuk. Leuk broertje of zusje? Oh, zusje bedoel ik. Maar dat is wel geinig. Dat je dat gewoon zo verborgen hebt weten te houden tot aan de première. Eigenlijk wel. Tegenwoordig kan dat toch bijna tegenwoordig niet. Bijna niet. Nee. Dat was toch ook een ding van Deadpool. Er waren foto's gelijk van Deadpool 3. En zij... wie zei dat? Zou Jackman dat of dingen? Ryan... Wat, Ryan Gosling? Wat nee, wie? Niet Gosling. Nee. Fuck, ik ben zijn naam vergeten. Ja, maar in ieder geval, Deadpool. Ja, ik ben zijn naam even kwijt. Daar kom ik zo misschien wel op. Hij zei ook al van, ja, weet je, leuk, al die behind-the-scenes foto's. Maar jullie verpesten het gewoon voor jullie zelf. Ja, dat is wel zo, ja. Je gaat dan bijvoorbeeld al kijken, bijvoorbeeld heel veel scènes van Joker. Die weet ik al soort van. Want er is gewoon letterlijk gefilmd hoe een hele scène over straat wordt gefilmd. Oh, best wel stom. Ja. Weet je, wel, je gaat de film dan kijken en je weet al een soort van wat dan daar gebeurt. Oh, in deze scène gebeurt dit. Ja, dit, of dat die acteur als verrassing erin komt. Of die huppelde pup. Dus dat is eigenlijk gewoon je eigen lol verpesten. Maar het is ook een beetje lastig als je dingen wil filmen in de publiek, toch ook? Ja, dus ook, want je hebt altijd mensen eromheen die stiekem toch even gaan filmen. Je film, maar je verpest dan een soort van je eigen experience met de film, toch? Ja, is wel zo. Ja, en dat is bij dingen. Ja, bij dingen gaat het ook wel iets makkelijker hoor, bij Dune. Want je zit midden in de woestijn. Ja, oké. Dat is wel zo. Je loopt niet zomaar iemand tegen het lijf. Hoe gaat een kameel of zo die daar rond loopt? Een paar van die Arabieren. Paar van die Arabieren met zo'n kameel. Zo'n kameeldrone. Weet je, bestuurbare kameel. Dan komt hij daar aan met zo'n camera in de oog. Ryan Reynolds, dat was het. Ryan Reynolds. Klopt. Ik was even zijn naam kwijt. Dus dat, ja. Nee, ik vond het mooie van de film vond ik ook wel dat hij... hij accepteerde in het begin dat hij niet de profeet was. Dat hij niet zo'n heel belangrijk persoon was. En op een gegeven moment accepteerde hij ook, oké, ik kan het wel zijn. Gewoon die overgang, weet je wel. En op een gegeven moment dat hij besefte dat hij het wel was, veranderde hij ook helemaal van karakter. Ja. Want hij had natuurlijk ook het blauwe water had hij gedronken. Hij kon de toekomst zien en toen was het in één keer... Toen was hij compleet veranderd. Toen deed hij ook gewoon echt alles aan om... Ja, het is een beetje naar de hoofd gestegen. Ja. Dat is het vooral. Nou, en, ik weet niet precies of het naar de hoofd is gestegen. Hij heeft op een gegeven moment zijn rol geaccepteerd, waardoor hij ook gewoon... dit is ook weer een spoiler, denk ik. skip hem, anders weer. Geef alleen maar spoilers. Nee. Maar voor Hakan zijn ding om in te gaan. Op een gegeven moment is hij zelfs bereid om te trouwen met de dochter van... in plaats van met Zendaya. Dus het is echt naar zijn hoofd gestegen en hij heeft een soort van zijn rol geaccepteerd. Maar het was eigenlijk natuurlijk allemaal een plannetje van zijn moeder. Hè? Die zei die blauwe water... Niet van zijn moeder, ik denk eerder van zijn zusje die met de moeder praat. Nee, maar zijn moeder die heeft toch een pact ook met die andere vrouwen. Daarvoor moest je eigenlijk deel 1 kijken. Ja, okay. Nee, maar... jij zegt van, het is hem naar de hoofd gestegen. Ik zeg meer dat hij een plan aan het uitvoeren is. Want hij zegt ook, nadat hij dat blauwe water drinkt... zegt hij op een gegeven moment ook over Zendaya van... ze zal het later allemaal wel begrijpen waarom ik dit... Nee, maar hij heeft helemaal in het begin, wanneer hij met die moeder praat... die moeder zegt van, moeten we de mensen juist voor ons winnen... en we moeten ze bepaalde dingen wijsmaken. Zo, hij had daar toen nog geen zin in, soort van. En dan later toch weer wel. Het begint allemaal eigenlijk nadat hij de blauwe water drinkt... de toekomst ziet. En daarna zegt hij... zij zal er later wel begrip voor hebben... en verandert hij compleet. Ja. Dus het kan ook zijn dat hij dan de toekomst ziet... en denkt van oké, ik moet dit doen... om onszelf te kunnen redden. Nee, dat blauwe water is een... Die moeder is zo'n bepaalde gave... dat ze zo kan schreeuwen, weet je wel? Van silent, weet je wel? Ja, ja. Hij krijgt dat blauwe water... maar zij zijn natuurlijk getraind... om dat te overleven... Dat zegt hij ook op een gegeven moment. Dus zijn moeder overleeft het ook. Maar de mensen die daar niet voor getraind zijn, gaan dood. Dus het feit dat hij die blauwe water neemt en het overleeft... dan had hij al een stap in het profeet zijn. Ja, okay. En met dat blauwe water kan je de toekomst zien. Dus eigenlijk
wordt de mensen een soort van wijs gemaakt dat hij een profeet is. Maar dat is het niet. Want hij is gewoon van de elite en hij weet dat te overleven. En daarmee, dus de blauwe water is eigenlijk een soort van middel om in de toekomst te kijken. Snap je? Ja. Het is wel duidelijk. Daarvoor moest je deel 1 zien. Nee. Ik hoef niet deel 1 te zien om te weten dat hij van de elite was. Nee, oké. Want zijn vader was de koning van de vorige... Nee, niet de dingen. Hij was best wel hoog, de koning van een gebied. Ja. De Atreides family had dat dan een gebied. Dat uitgeroeid was. Dat is uitgeroeid, inderdaad. Mm. Maar eigenlijk de opperdingen is zijn opa. Zijn opa. Ja. Diegene die op een gegeven moment terugkwam, dat was dat zijn is, oom, toch? De vader van... Skars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 kar
Opa. Oh, dat was de opa. Hij heeft helemaal niet opgelet, hè? Nee, hij heeft niet opgelet, dat het oom was. Nee. Hij zegt toch ook gezellige op het later. Oom op verjaardag, ja. Maar, ja, ik heb nog iets over IMAX van deze film. Vorige film was 40% IMAX. De huidige film is 100% IMAX gefilmd. Nu is er een trend inderdaad met Oppenheimer 70mm IMAX. Deze film is ook als 70mm IMAX de bioscoop ingegaan. Maar dat is, als je het mij vraagt, een beetje onzin. Oppenheimer is gefilmd in 70mm IMAX, waardoor die ongeveer 16K beeldresolutie heeft. Deze is digitaal gefilmd in volgens mij 8K zou het dan wel zijn. En die is dan vervolgens later geprint als 70mm IMAX en zo naar de bioscoop gestuurd. Ja. Het is niet echt 70mm IMAX. Het is gewoon wederom weer een marketingstrucje, als je het mij vraagt. Maar waarom Oppenheimer dat, waarom Nolan dat wel heeft gedaan? Nolan, die gebruikt geen computer tussen alles in, weet je wel. Geen color grading, geen visual effects. De visual effects en dergelijke wat je in die film ziet, dat zijn allemaal gewoon handmade tools. Moet je maar een keertje behind the scenes kijken. Is echt leuk. Dat is gewoon volwassen mannen die met zand en emmertjes water spelen. Dat is echt zo. Maar toch ook wel wat nice. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld dat scène waar hij een zo'n atoom boven zijn hoofd ziet draaien in bed. Dat is gewoon echt gewoon zo'n lage shutter en dan met zo'n balletje en een touwtje met een lampje of zoiets zwaaien. Ja. Waardoor het uiteindelijk lijkt alsof er zo'n bepaalde atoom boven zijn hoofd zweeft. Maar dat is dus allemaal gewoon gemaakt en dan het is digitaal, of het is gelijk naar de print gegaan en de print is naar de zalen verspreid. En deze is die weer van digitaal omgezet naar analoge en dan op die manier verspreid. Want hier zit natuurlijk visual effects en CGI enzovoort, zit er allemaal in. Dus ja, dat is IMAX verhaal van, deze film. Ja. Jongens, zullen we even kijken naar de cijfers wat deze film heeft gehaald? Ja, zeg maar, of het er 100%, een beetje mee eens zijn. Hij heeft, kan er weinig aan toevoegen, toch? Ja, IMDb heeft hij 9.1. Tomatometer heeft hij 94%. Audience score 95%. En Letterboxd 4,5. Ja. Dat is wel een kans hebben voor heel veel prijzen, denk ik, hoor. Ja, volgend jaar. Nee, maar het is wel echt een film. Ja, een Hollywood film. Echt. Ja. Gewoon een film waarvan je denkt van ja, dit is een film. Dus goed. Waarvan je van films houdt of zo. Ja, ja, kan ik het zeker, dan schrijven? Ik heb echt 3 uur lekker gezeten, lekker genoten van een film. Ja, ik nog zeggen, voor de film dacht ik echt van 3 uur. Ja, klopt. 3 uur is lang, man. Ja. Weet je wel. Maar aan het einde vond ik het niet eens zo heel erg. Ja. Nee, ik heb echt genoten. En dat is ook omdat die film gewoon goed is. Ja. Het vliegt ook gewoon voorbij. Dus, ja. Hey, voordat we naar conclusie en rating gaan. Ja. Dat wil je natuurlijk doen. Met de cijfers. Heel veel leuke feitjes over deze films. Maar ik ga het kort houden. De vrouwelijke kostuums van deze film zijn gebaseerd op de 1950 Parijs. Op de fashion van Parijs in 1950. Mm. En Balenciaga. Austin Butler speelde in 41 afleveringen van Net Survivor Gids. En nog meerdere Disney en Nickelodeon shows. Voor als je het nog niet wist. ook was hij de afschuwelijke date van Hannah Montana. In één aflevering. Ja. Ai. Minder leuk feitje. De deleted scenes zullen nooit uitkomen. Jammer. Nog een leuk feitje. Er komt een serie genaamd Dune the Prophecy. Dus een driedelige serie. Mm. Deze zal andere acteurs bevatten. Dus dat is wel misschien matig. De box office. 182,5 miljoen in openingsweekend wereldwijd. Kosten van de film waren rond 90 miljoen. En de marketing was 100 miljoen. Dus er zit een mogelijke kans in dat ze het kiet gaan spelen en zelfs winst uithalen. Dus dat op zich zijn ze goed op weg. En dit was nog enkele openingsweekend, hè? Dus, en op Twitter doe ik er een foto op van Timothée Chalamet en Denis Villeneuve in Budapest. Februari 2019, dit is hem. Dit is 2 jaar voordat Dune uitkwam.
Een jongere Timothée Chalamet en een Denis Villeneuve, die volgens mij de details bespreken van een film genaamd Dune, die nog gefilmd moet worden. Oh. Ja, tuurlijk. 2019. Maar dit was een fase van Timothée Chalamet dat hij nog niet zo bekend was als vandaag de dag. Nou, dat zijn een aantal leuke feitjes over Dune Part 2. Conclusie en rating. Yes. Zou ik beginnen? Of wil Mirza mag beginnen? Ik? Nee, ja. Ik weinig aan toe te voegen aan dit gesprek tussen jullie. Dus Lisa. Nee, de mensen moeten zeker deze film kijken. En gewoon 5 sterren waard, man. Echt, serieus. Ja, ja, zeker. Genoten. Oké. Okay. Oron? Ja, kijk, een magisch trucje. Glas weg. Of zit mijn water in? Lisa Gaïm. Ja. Ik denk, wat doe jij nou? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Man. Nee, 5 sterren, man. Ik heb echt genoten van deze film. In alle opzichten. Het is weer gewoon een film waarvan je van films houdt. Inderdaad, ja. Heb je hem nog niet gezien? Ga hem zeker checken. Ik sta bij jullie aan. En ook 5 sterren. Kijk uit naar deel 3, overigens, jongens. Het komt vrij weinig voor dat ik deel 2 al gelijk begin en dat ik het even een goede film vind. Het einde van dingen is van 2 is best wel, weet je wel. Ja. Dus deel 3 is gewoon... Ja, ik spring op deel 3. Ik vind het ook 5 sterren, man. Ja, man. Ja. 5 sterren, zeg je ook? Wauw, 5 sterren. Dit is 5 sterren film, man. Ja, man, zeker. 100%. Maar wat zei je over Dune 3? Zei je iets? Ja, wat verwacht je? Dat er echt veel meer actie komt, wat denk je? Ja, volgens de regisseur wel. Volgens mij moet dit echt de ding zijn. Maar ja, ik heb boeken nooit gelezen, maar schijnbaar is 3 wel een stuk saaier. Oh, echt? Ja, okay. En deel 4 en 5 en 6 die komen nooit. Ja. Want Denis Villeneuve die stopt met Dune na deze films. Okay. Na deze film die nu aan zit komen. En misschien neemt iemand anders het over. Ja. Nou, qua actie hoeft het niet in deel 3 veel te zijn, maar als het verhaal maar goed is, weet je. Ja, maar het verhaal maar gewoon doorloopt. Ja, aan de andere kant kun je het ook wel een soort van verwachten wat er gaat gebeuren als je het einde van dingen ziet. Ja. Dus mag je afronden? Ja. Ik mag afronden. Nou, dames en heren, en wij geven doen part 2, 5 sterren. En we gaan door naar de volgende. Heren, we zijn aangekomen bij de tweede film van deze aflevering. Spaceman. Ja. Spaceman. Kunnen jullie de film in 1 woord omschrijven? Space. Space? Ja. Dat is wel echt space. Ja, eigenlijk wel, hè. Creepy. Nee. Creepy spider. Skinny human. Skinny human. Nee, ik ga voor het woord... maar dat is al gelijk mijn mening. Saai. Lisa Gaïm! Nee. Saai. Nee, man. Saai. Ja. Echt saai. Ja. Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie woord? Wat is space? Waarom? Nou, misschien handig dat je eerst even toelicht waar de film over gaat. Ja, dat kan ook. Ja, doen we dat. We zien in de film de Tsjechische astronaut Jakub Prochaska. Ja. Die op een missie is om een speciale paarse stof in de ruimte te vinden. Ja. Of gaat die sample van nemen of zo, was het iets. Je ziet al hoe de film in elkaar zit. Ja. Maar in ieder geval tijdens deze reis ontmoet hij een buitenaards wezen. En daar heeft hij... gaat hij praten over zijn huwelijksproblemen. Die geeft dan advies en zo op een of andere manier. Een heel rare uitleg, maar dat hoort denk ik wel bij een hele rare film. Ja. en ik zei de space. Ja. Omdat in space afspeelt. Ja, het is grapje met 2 betekenissen. Ja. Maar het is een heel vage film. Het is echt vage. Het is eigenlijk een film die je kan opzetten en gewoon kan uit... ga je gewoon lekker zitten en dan luister je alleen. Ja. Want er is een narrator... En die legt voor jou het hele film uit. En je hoeft zelf niet eens mee te kijken. Ja. Want letterlijk het hele space aspect is gewoon een soort van een hoe noem je dat? Duidt aan, of een setting in ieder geval gewoon om iemand soort van eenzaam of zoiets te laten zijn. Ja. En dat je dan pas gek begint te worden als je eenzaam bent. Ja. En het is een hele fucking metafoor op een liefdesverhaal of zoiets. Ja, het hele reden dat hij in space is, slaat helemaal nergens op. Hij had ook gewoon letterlijk in een woestijn kunnen zijn. Net als Dune of zo, weet je wel. Dan ben je ook soort van dan alleen, ben je ook, toch? Ja, eenzaam. Eenzaam. En, ja, kan je ook een spin of een kameel tegenkomen die tegen jou praat, toch? Ja. Hakan, wat vond jij hiervan? Ik sta me aan bij jou. Ik vond de film gewoon saai. Ja. Echt. Waarom? Het is, wat Oren al zegt,
Ja, weet je, hij zit in een ruimteschip. Hij loopt van de ene kant naar de andere kant. Heeft het over zijn liefdesproblemen. Ja. Er komt een gigantische spin bij hem. En die kan dan in zijn gedachten kijken of zo. Of met hem meekijken. Die is hem een beetje aan het observeren. Ja. Wat eigenlijk ook wel een beetje creepy is. Creepy spider. Ja, creepy spider. Ja. Skinny human. Ja, en het woordje skinny human. Ja. Jezus, wat is dat woordje vaak gebruikt? Ja. Terwijl ik zelf verwacht had, op een of andere manier, we zien toch Adam Sandler. Je denkt toch, ja, wel, toch van, dit wordt een gekke film, toch? Dit wordt een goede film, denk je. Je denkt, het is een space film. Het is super mooi, maar uiteindelijk, de hele space aspect, zoals ik zeg, heeft geen fuck mee te maken, man. Het is gewoon echt dat zij hem in een eenzame setting hebben kunnen zetten. En dat hij daar, het is een liefdesfilm. Ja. Een liefdesdrama film. Ik heb een heel gevoel dat hij gewoon, het is gewoon een film met een veel te dure, wat is het? Therapeut waar hij naartoe gaat in de ruimte, dat dan de spin eigenlijk is om zijn liefdesproblemen te praten. Ja, en dan, deze film deed me ook denken aan Beckett. Beckett is een film, daar hebben ze een script van een beginnende regisseur. Mm-hmm. Superkut script eigenlijk. Ja. Het is gewoon weer zo'n inside job van de CIA, FBI. En ze moeten die man vinden. En ze moeten hem oppakken, opsluiten, weet ik veel wat. Maar die man vlucht daarvoor. Maar daarvoor hebben ze John David Washington. Ze hebben een goede regisseur. Ze hebben goede color grading. Ze hebben goede muziek. Ze hebben goede special effects, visuals effects. En noem het maar op. En het verhaal is gewoon drie keer niks. Ja. Het verhaal is gewoon super kut, maar alles eromheen is gewoon hartstikke nice. Mm. En als je kijkt naar de promo, dan is die ook gewoon super tof. En dat was bij Spaceman ook het geval. Ja. Nog iets van Beckett waar echt helemaal nergens op slaat. Dat is me altijd bijgebleven. Ze zitten ook in Griekenland op vakantie. Hij vlucht van die gasten. Die gasten zoeken in een mensenmassa. Maar je bent in Griekenland, iedereen is wit. En er rent één zwarte man tussen de hele massa. Je ziet hem gewoon rennen. En dan kijken ze... Nee, zie je niet. Maar ja, weet je? Wat ik naar deze film ook niet snap, want de Chinezen zijn ook onderweg. Zuid-Koreanen, sorry. Voor hem is dat één pot nat. Ja, dat is allemaal racist guy, hè? Typical racist guy. Nee, maar de Koreanen zijn ook onderweg, inderdaad. En hij springt op een gegeven moment uit de... Uit de ruimteschip, uit zijn schip springt hij en hij komt los te raken, dus hij zweeft maar een beetje. En dan komen op een gegeven moment de Koreanen, die redden hem dan. Die pakken hem dan in het schip. Maar wat ik dan niet snap is, waarom sturen de Amerikanen één mannetje naar zo'n lange reis? En Tsjechen, sorry. Hij is moeilijk met nationaliteit. Heel westen, Amerika, Europa, allemaal heel wat nat. Azië, allemaal Chinezen. Maar de sturen dan één mannetje. Walking on thin ice. Dan zit je op een gegeven moment daar in het vlieg in hun ruimteschip. En dan zie je gewoon 4-5 van die Koreanen zie je dan. Maar ik denk, het is best een belangrijke operatie. Waarom stuur je dan één man? Ja, budget of weet ik veel wat. Ja, maar ga eens een stapje terug. Ja. Waar slaat die hele space setting op? Ja, die snap ik ook niet. Ja. Dus er zijn meerdere dingen die ik snap van deze. Ik vond wel tof Paul Dano. Het spinstemmetje was wel zo. Hij heeft echt zo'n kalmerende stem. Ja, ook bij Batman, hoe die alles als de Riddler zegt van... Oh yeah, I got a real I have no interest in you. Ja, en dan hier ook weer. Maar ook bij dingen speelde die ook goed, man. Oh, ja. Maar wat mezelf opviel, deze film is eerst in eind februari tentoongesteld door Berlin International Film Festival. Ja. En daar is hij goed ontvangen. Waarom? Het is ook niet super slecht of zo. Maar ik vind persoonlijk, je had die hele setting of zo. Voor een metafoor hoefde niet of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar misschien, dit kan misschien een logische ding zijn. De film is wel gebaseerd op een boek. Spaceman of Bohemia. Ja, dus dan kun je de setting niet veranderen. Nee, voor ons heeft het ook denk ik deels te maken met het feit dat het misschien heel anders gemarket is dan dat het... Maar je ziet een spaceman, je ziet iemand zweven in de ruimte, dit en dat. En je ziet de spin en je denkt van, wauw, dat is tof. En dan blijkt het toch weer zo'n fucking saai liefdesfilm te zijn. Ja. Ja. Dat hij geïsoleerd daar is en dat hij een soort van dan mist. Hey, je mist het pas als je het niet meer hebt of zo, weet je wel, die uitspraak. Daarvoor hoef je niet op een ruimte. Nee, dat ook niet. Maar er zijn meerdere vragen die ik heb over deze film. Vraag maar. Waar we nooit antwoord op gaan krijgen. Misschien kunnen wij wat antwoord op geven, maar... Ja, is goed. Leg mij even het antwoord uit waarom die wormen wel die spin opeten, maar onze Adam Sandler niet aanraken.
Ja. Ja, dat snap ik dus ook niet. Wie was de... Ja, dat is, ja, een, ja. Dat is een natuur met natuur te maken en niet films te maken. Niet met films, nee. Oké. Maar we sturen deze vraag door naar Adam Sandler. Die kijkt Adam ook altijd. Dus. Hey, by the way, Adam Sandler. Dat is een lijstje bekendgemaakt van de Forbes. Een 2023 best betaalde acteur is geworden Adam Sandler. Oh. Met zijn Netflix-deal, 73 miljoen, heeft hij weten te verdienen. Met films als Leo, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah en Murder Mystery 2. Mm-hmm. Ja, en ook dit jaar staan er weer een x-aantal films van hem aan te komen. Oh, okay. Waaronder andere Spaceman is er niet uitgekomen. Mm-hmm. En een film genaamd The Killer's Game met Terry Crews ook. Die recent is aangekondigd mee te spelen in die film. In 2020 tekende Netflix een deal met Adam Sandler, een contract van 250 miljoen. En in 2023 haalde Adam Sandler in de eerste 6 maanden al 500 miljoen watch hours. En waarom ze die deal hebben gesloten is, sinds 2015 heeft Adam Sandler 2 miljard watch hours opgeleverd voor Netflix. Ja, je kan... You never can... No go wrong. Ja, met Adam Sandler. Dat is zo, ja. Ik wil er Engels met dingen spreken. Jongens, ik heb zelf niks aan toe te voegen hier. You can never go wrong with Adam Sandler, hè? Inderdaad. Zullen we een einde aanbreien dan? Zullen we dat dus even doen? Hakan. Een conclusietje en een rating. Een conclusietje. Ik setting onnodig. Als we misschien anders in waren gegaan, had het misschien gewoon 4 sterren of zoiets kunnen scoren. Ja, misschien wel. Maar het is echt gewoon... Nou, ik heb een beetje naar het gemiddelde gekeken. En op Letterboxd stond hij gemiddeld op 2,5 of zo. Echt? Dan zijn we niet de enige. Nee. Dan zijn die Berlin gastjes allemaal wappies, jongen. Echt. Ja. Letterboxd heeft hij 3 en op IMDb een 5,9. Maar je moet wel audience zeggen... score 82%, nou, daar ben ik totaal niet mee eens. Ja, maar weet je wat het is? Als je hier gewoon blind in was gestapt, was het misschien wel nice geweest of zo. Maar het is voor mij, zoals ik zeg, het is, ik had echt verwacht gewoon een space film. Super nice, super tof. Actie misschien. Oh, er is een spin, die gaat hem aanvallen. Maar het is gewoon een liefdesfilm of zo, bleek het uiteindelijk zijn. Ja, maar ik snap ook niet hoe kalm je kan reageren als je gigantische spin in één keer in je kamer zit, dat je deur opentrekt. De meeste mensen schreeuwen als ze zo'n spin zien ergens. Ja. Deze man die opent de deur en die ziet... Maar ja, in ieder geval. Ja, ik geef twee sterren. Ja, conclusie, dat is wel bekend. Ja. Ik heb het ook vaak genoeg uitgelegd, denk ik. Ik zeg ook 2 sterren, man. Ja. Nee, voor mij is deze film één grote huwelijkstherapie. Huwelijkssessie, zo. Ja. Gewoon van begin tot eind. Ja. Maar stap er ook op die manier in. Misschien wordt het dan een 4. Misschien... ja. En ik denk ook... Maar ik denk wel dat die veel... streams gaat pakken. Dat wel. Ja, Adam Sandler. Open Netflix, hij staat gewoon bovenaan. Ja, dat soort dingen. Dus mensen gaan klikken. Ja. Ik geef zelf ook 2 sterren. Ja, hij stond bovenaan. Ja. Tot afgelopen donderdag. Maar daar komen we zo op. Daar komen we zo op. Wat zijn we geven Spaceman? Wij geven Spaceman gemiddelde van 2 sterren. Ja, dan gaan we nu even naar Hakans snacksegmentje. Jongens, ik ga gelijk door met de snack. Ja. Ik heb... roze Red Bull bij me. Die is de laatste paar weken helemaal in de hype. Iedereen wil hem al proberen. Mensen rijden vanuit Amsterdam naar Duitsland om deze te halen. Maar de mafketels. Maar de mafketels, inderdaad. Nee, dat gaat niet, toch niet? Ik heb hem al een keertje geprobeerd. Maar ik kan je wel zeggen van... blijf thuis. Ja, je niet doen. Dat is een ritje in Amsterdam niet waard. Dat is echt niet waard. Nee, ik knal hem wel even open. Maar, voor de podcast. Ja. Moeten we wel even verbaasd worden alsof we het eerst drinken? Of... ook even verbaasd van doen. Als... Je moet doen wat je wil, jongen. Jij mag doen wat je wil, ja. Maar stage je niet, hè? Nee. Maar is het met Red Bull bijvoorbeeld ook... toch? Was het vroeger dat... vis horen, denk ik. Nee, maar dat, maar dat er een smaak komt en dan gaat hij weg, toch? Of was dat niet... Dit is ook weer springsmaak, hè? En dan in de summer heb je weer andere. Die oranje was summer taste. Ja. Maar die oranje die kun je nog wel vinden, toch? Ja, kun je wel vinden. Maar die gaat ook weer weg. En, ja, als productie worden ze gehaald. Ze worden dan meer geproduceerd. Winter Edition die, heb je die peer, wat zij toen had meegenomen, die is ook weg volgens mij. Peerkaneel. Peerkaneel, ja. Die kun je niet meer vinden. Dat klopt. Maar je hebt ook standaard de standaard smaken. Ja, die donkerblauwe. De blauwe, donkerblauwe, die is standaard. Ja. Je hebt die rode. Rode. Je hebt die witte, heb je. Ja. Cactus is ook nog blijven hangen. Volgens mij wordt die echt geel. Ja, maar dat zijn gewoon normale smaken. Dit is gewoon zo'n spring edition. En, ja, die gele summer edition. Maar die is er ook nog steeds. Ja, ik weet niet. Die oranje is ook summer edition. Ja.
Maar je hebt dan ook... Misschien verkoopt hij zo goed dat hij is blijven. Ja, maar je hebt dan nu ook... Maar dan zouden ze blikjes moeten aanpassen, toch? Spring 2023! Ja. Maar je hebt dan nu ook die Juneberry en die is dan de Sea Blue Edition. Dat snap ik niet. Wat heeft dat ermee te maken? Hè? Ja, helemaal blauw zien. Waarschijnlijk, dat blijft hij ook. Ja. Dat ze dan maar... Maar leuk, hè? Zitten we weer aan de Red Bull. Ja, was even ook wel nodig, hoor. Na Spaceman. Zelfs erover praten. Vind je hem anders dan... Ik heb het gevoel dat ik gewoon Cassis drink, toch? Ja, iets mildere Cassis. Iets milder, ja. Ik hoor heel veel de reacties Cassis met yogi. Oh ja, smaakt ook naar yogi. Alleen dan niet op of melkbasis. Ja. Yogi met prik of zo. Ja, het is ook gewoon framboos, toch? Een hoesdrankje. Hoesdrank, nee. Is ja, hoesdrankje. Cassis met hoesdrankjes. Dat is gewoon yogi. Cassis is blueberry. Dit is framboos. Ja. Meest framboos, ja. Maar... ja, dit is gewoon yogi zonder op waterbasis met prik. Met prik. Ja. Nou, dan gaat hij helemaal verpest. Ja, ze zijn ook een... ik zal maar zeggen, smaakt een beetje als yogi. Ze gooien er ook dingen in. Smaakt nergens naar. Heb je ook die filmpjes gezien dat ze er koffiemelk in gooien? Waarin? Hierin. Ja, dan krijg je yogi. Ja, dan krijg je echt yogi. Maar hebben we hier koffiemelk? Mensen weten echt niet wat ze doen. Tuurlijk hebben we koffiemelk. Waar hebben we koffiemelk? Ja. Nee. Anders wil ik het nog best wel proberen ook. Knal er een theezakje in. Wat zit er? Citroengroene thee. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Dat is wel heel raar. Je kunt het lekker vinden of niet, toch? Ja, het gaat... Aan de ene kant vind ik hem wel lekker, maar toch denk ik van die nasmaak of zo. Ik denk dat dit in sommige gevallen helemaal volgegooid wordt met vodka. En dan, het is als mixdrank. Het is ideaal voor mixdranken, ja, dat wel. Ja, maar ik zal niet met zo'n blikje over straat lopen, even serieus. Dat zou ik niet doen. Waarom? Nee, ik weet niet. Te rozig. En dat is? Dat is voor vrouwen. Oh. Nee, maar ik weet niet. Hij zegt heel veel dingen dat deze aflevering gecanceld wordt. Ja, dat is niet normaal. Joh. kun je niet dingen bliepen en zo, want dit gaat niet goed. In zo'n grote blur. Ja, zo'n stemvervorming. Hallo, ik ben Arkan. Ik heb 3 jaar vastgezeten. Nou, goed. Laten we doorgaan, jongens. Ja. Naar de serie van een wel succesvolle film, The Gentlemen. We zijn aangekomen bij de serie The Gentlemen. Guy Ritchie's The Gentlemen. Ik wil van jullie horen een woord. Gentlemen? Gentlemen. Interessant. Interessant. Ja. Oké, ik heb Jonko of zoiets. Ja, ik heb er niet over nagedacht. Jonko? Zeg gewoon iets meer. Jonko. Dus ja, The Gentlemen. Ik zal even toelichten waar de serie over gaat. Eddie erft het landgoed van zijn vader op zijn landgoed. Is een criminele bende werkzaam. Met het runnen van een wiet-imperium vanwege de afspraken met de vader van Eddie... zijn de criminelen niet van plan om zomaar te vertrekken. Eddie probeert een deal te sluiten om ze zo snel mogelijk weg te krijgen. Alleen moet hij daarvoor de bende helpen. En dit gaat niet altijd van een lijn dakje. En een niet al te snuggere broertje. Die maakt het er niet eenvoudiger op. Dat is The Gentlemen. Ja. Ik wil gelijk beginnen met overeenkomsten tussen films en de serie. Ik heb de film ook gekeken. Het is niet helemaal hetzelfde. In de film heeft Eddie zelf het imperium opgezet. Is hij nog wel een soort van landlord. Hmm. Maar probeert hij het weg te krijgen omdat hij te veel bloed aan de handen heeft. Maar daar zit iemand... anders, die wil het overnemen, maar niet voor dat bedrag, waardoor hij een heel spelletje opzet. En heel veel dood en verderf. En uiteindelijk komt hij er toch achter dat hij erachter zat en wil hij het niet aan hem verkopen, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En hier erft hij het. Hier wil hij ze van het land goed af hebben. Maar het gaat niet zomaar. Dus dat is het grote verschil tussen beide films en series. Het is wel inderdaad een spin-off van de film. Ja. Jongens, ja, dat woordje. Wat? Ja, dat woordje. Jonko? Nee, dat was jij. Nee, interessant. Nee, ik ga gewoon. Laten we gewoon beginnen. Van The Gentlemen. Ik ben hier totaal verkeerd ingestapt. Want ik wist niet dat het een spin-off was. Sorry, ik informeer me ook soms slecht. Nee, is goed. Schud de hand en dan is het helemaal goed. Maar in ieder geval, ik dacht dat het weer zo'n soort van John Wick-stijlachtig iets zou worden. Ja.
Maar achteraf denk ik van, oké, dan ben ik er zo ingestapt. Kan het alleen maar beter worden. En dat is ook gebleken, voor mij dan. Ja, maar bij Spaceman is het wel verkeerd uitgepakt. Dat is verkeerd, echt. Het is alsof ik door rood licht ging lopen, weet je wel. Dat kon gewoon niet. Maar nee, ik dacht echt, gaat veel vechten worden, dit, dat. Het zal weer zo'n saaie ding zijn. Maar totaal niet. Nee, maar de film is ook succesvol. Film had ook bijna 4 volgens mij, van de 5. Zo. Ik ga de film nou even terugkijken. Het draait die achtergrond. Als jij gewoon met een schuine oog even heel de tijd kijkt. Ja, hij scoort een 4 van de 10. Dus, ja. Nee, grap, 4 van de 5. Wat had jij vooraf verwacht, Hakan? Ik had de film, daar had ik kleine stukjes van gezien. Ja. Dus wat ik eigenlijk had verwacht is wel een beetje uitgekomen. Het gaat gewoon over een verstandige man die dingen probeert te regelen. Mm-hmm. En ik heb ook vaker het iets minder verstandelijke broertje heb ik ook voorbij zien komen. En die zie je ook terug in de serie. Dus tot nu toe wat ik heb verwacht is wel mooi uitgekomen. Ja, we hebben geen top of flop. Inderdaad, vorige week zeiden we gaan Origin bespreken. Ja. Maar die draaiden niet bij ons in de buurt en we hadden geen tijd om naar Randstad te rijden. Nee. Voor de mensen die nog niet door hebben, we wonen niet in Randstad. de Guy Ritchie Universe. Hebben jullie vaker Guy Ritchie films gekeken? Niet dat ik zo weet, man. Wij wel. Oorlogsfilm. Ah, The Covenant. Covenant. Dat is ook een Guy Ritchie film. Ja. Is er iets wat je kan zeggen over de Guy Ritchie Universe? Zie je bepaalde overeenkomsten? Is het ding op beeld schrijven? Is dat misschien iets? Doet hij dat? Heeft dat ook in andere films gedaan? Ja, dat doet hij wel. Bij films. Ja. Hij heeft wel een vrij unieke stijl. En als je eenmaal even een tijdje al in een Guy Ritchie film zit, dan kan je een soort van wel beseffen dat een Guy Ritchie is. Hmm. Fast pace. Heel vaak een tikkeltje humor. Ja. Best wel goor in sommige scènes. Best wel extreem, weet je wel. Die man die op de stoep ligt, dat ze maar weer elkaar slagen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook gewoon die scène dat die, wat was het bij Guy, The Covenant, dat de explosie dicht in zijn gezicht ontploft en zo, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja, zoals ik zei. En Dar Salim. Oh, nee, hij speelt ook in The Covenant. Dat was die de maatje van Jake Gyllenhaal. Hij speelt hier ook in The Gentleman. Je hebt gelijk, man. Ja. Ja, ik kende hem zelf niet zo heel goed. Maar ik keek, ik zei, dat is die guy. Dat is die guy. En zo dacht ik, even opzoeken. En inderdaad, is Dar Salim, heet hij. Mm. En hij speelt zowel in The Covenant als deze, The Gentleman. Ja. Ja, wat viel jullie allemaal op in de serie? Weet je wat ik heb? Ik heb altijd wel iets met Britse series of zo. Ik weet niet waarom. Voor mij is het altijd zo'n tikkeltje, ik weet niet, man. Het trekt me altijd aan. De mandems die trekken jou aan. Ja, toch? Ja. Ik heb altijd moeite. Ja? Met Engelse series, weet je, soms. Bijvoorbeeld letterlijk de eerste zin. Dat accent bedoel je? Dat accent. De eerste zin wat hij bij The Gentleman uitsprak. Mm. Ik denk van, even terug. Wat zei hij nou, weet je? Terwijl Engels, mijn Engels is best redelijk goed. Dus ik kijk ook altijd zonder ondertiteling. My English is pretty good decent, you know? Ik moest gewoon terug ondertiteling aanzetten. Om letterlijk te weten van, ik kan me wel voorstellen bij The Scousers uit Liverpool. Dat die een beetje zo praten. Deze serie viel nog mee. Ja. Want in de film, dat zijn allemaal Ieren. Oh, oké. Okay. Ja, dan heb je pas echt een ding accentje. Ja. Daar ga je nog meer moeite mee krijgen. Want Iers is de taal op zich. Als ze echt Iers spreken. Ja. Wat mij dus wel erg opviel, dat zei Mirza net ook al, dat hij op beeld aan het schrijven is gewoon. Mm-hmm. En aan de ene kant was het ook wel fijn, weet je wel. Dan zitten ze een hele berekening te maken. En dan is het, dit krijg je, dat krijg je. Oké, die strepen weg. Dat hoeft niet meer. Oh, dit zit er nou wel weer in. Haalt die streep weg. Ja. Het is wel vet gemaakt, weet je. Mm-hmm. Dan kun je ook, mensen kun je dan ook gewoon helemaal meekrijgen. Want het blijft gewoon staan. Het is een unieke stijl, inderdaad, waar je het over hebt. De volledige seizoen is niet gefilmd door Guy Ritchie. Meerdere regisseuren hebben per tweet een aflevering gemaakt. David Caffrey heeft onder andere de serie gemaakt. Sexy Beast. En die is dan weer based op de 2000 film van Jonathan Glazer. En die kennen we van The Zone of Interest. Oh ja. Peaky Blinders, Stanley's Lucky Man, Line of Duty, The Alienist, Love, Hate. Mm. Dus hij heeft best wel veel dingen. Aaron Creevy, die heeft niet zoveel bekende projecten. Mm. En Nima Nourizadeh, die heeft ook 2 afleveringen gefilmd. En wat ik zei van Project X. Dit is dus de regisseur van Project X. Oh, oké. Okay. Dus hij heeft ook dingen gefilmd. Guy Ritchie. The Gentleman, Little America en Gangs of London. En Guy Ritchie zelf heeft 2 afleveringen gefilmd. Ja. En even kort, seizoen 2. Mm-hmm. Zin in?
Als die elke uitkomt of niet? Jawel, kijk naar uit. Ja, ik moet toegeven. Ik heb alleen de eerste twee afleveringen gekeken. Nou, maar nu je ook zegt dat de andere regisseurs zijn... Ja. Wil ik wel even misschien een verschil zien tussen de afleveringen. Ja, ga je die zien, denk je? Nee, dat zie je bijna niet. Nee, het is wel gewoon echt regisseurs die krijgen een soort van... dit is de stijl. En dan proberen ze die stijl zoveel mogelijk aan te houden. Het zou een beetje raar zijn als eentje met kleurfilmt en ander is wat wit. Nee, tuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook richters eigen stijl heeft, toch? Het zal wel iets veranderen, inderdaad. Maar het valt niet zo heel veel op. Ja. Nee, maar Mark Helwig is een van de executive producers van The Gentlemen. En de head of Worldwide Television binnen Miramax. Zei afgelopen week in een interview met Deadline dat het team erg geïnteresseerd is in de tweede seizoen van The Gentlemen. Maar het is afhankelijk van de kijkcijfers. Een oproep voor... Ja, kijkers, streamers. Nee, maar als we dan vervolgens de cijfers bijpakken... het is niet verkeerd. The Gentlemen, 8,4 op IMDb. 75% op Tomatometer. En 73% op... audience score, dat wilde ik zeggen. Ja. Nee, echt... goede, leuke serie, man. Leuke serie, interessant. Interessant, houdt mijn aandacht vast... Ja, dus, klopt. Je wilt ook steeds verder kijken naar de volgende aflevering. En wat vinden we van de nieuwe vaarrichting van Netflix? Heel veel series zijn geschrapt. Abonnementen worden binnenkort waarschijnlijk duurder. maar we krijgen daar wel heel veel dit soort films en films als Spaceman voor terug. Kwaliteit gaat wel vooruit. Ja. Ja, vind je? Ja. Als er meer films van Spaceman gaan doen... Spaceman? Deze. Deze niet. Ja, maar zijn films als Spaceman zijn. Ja, maar ook films als Spaceman. Dat is wel kwaliteit, want het script is misschien wat minder. Ja, klopt. Maar, nee, je hebt gelijk. Qua kwaliteit wordt het wel beter en dan is het wel lekker. Ja. En binnenkort, want Netflix is nu zich begeven op het sportmarkt. Formule 1 brengen ze naar Amerika. Ze willen ook de rechten van Formule 1 in Amerika willen ze hebben. We hebben gekeken naar Formule 1 versus PGA golfers livestream, hoe ze een toernooi spelen samen. Mm-hmm. We hebben gekeken naar Alcaraz tegen Nadal. Mm-hmm. En binnenkort is aangekondigd Jake Paul versus Mike Tyson. Ja. Ja. Dus Netflix begeeft zich nu ook langzaam rand op het sportmarkt. Dus het wordt niet alleen maar films en series, maar het wordt nu ook vaker sport. Je hebt ook Full Swing is deze week uitgekomen. Is een documentaire over golfers. Je hebt Breakpoint heb je over tennissers. Je hebt Formule 1 Drive to Survive uiteraard. Mm-hmm. En Beckham-achtige series, dus voetbal en noem het maar op. Ja. Maar Netflix is... zo uitgebreid eigenlijk. Tegenwoordig wel, ja. Ja, dat het niet raar zou zijn als ze de abonnement zouden verhogen, toch? Eigenlijk. Nee, daarom zeg ik niet. Maar het is ook duurder geworden om een film en serie te maken, omdat ze nu ook royalties moeten betalen voor die films en series. Aan de ene kant hoop ik zelfs dat ze gewoon bijvoorbeeld Formule 1, dat ze dat overnemen. Want ik heb gewoon speciaal een abonnement op een andere streamingdienst om Formule 1 te kunnen kijken. Voor de rest doe ik helemaal niks op die streamingdienst. Het gaat mij gewoon puur om Formule 1. Ja. Weet je, als Netflix dan zegt van oké, wij streamen het ook uit, dan zet ik die andere per direct uit. Ja. Hey, en binnenkort Guy Ritchie's The Mystery of Ungentlemanly Warfare. Een beetje de Inglourious Basterds, alleen dan op water. Conclusie en rating, jongens, voor The Gentlemen. Ik wil het weten. Ja, op basis van twee afleveringen die ik nu heb gezien, ik ga wel voor 4, man. 4? Ja. Ik sluit me aan bij Merza. Ja. Ook 4 sterren. Ja. Ik zou zeggen, jongens, kijk hem uit. Want het is echt een leuke serie. Het wordt alleen maar leuker. Aflevering 1 en 2 is kort. Ook gewoon het laagste uit de hele reeks. Het wordt alleen maar beter. Maar ik geef het ook 4 sterren. Kijk uit naar een seizoen 2. Ja. Ja, man. En daarmee geven wij The Gentlemen, de serie, 4 sterren. Voordat we de aflevering gaan afsluiten, doen we altijd top or flop. Ik wil een eerste indruk van jullie jongens voor de films die we volgende aflevering gaan bespreken. En we beginnen met Kung Fu Panda 4. Top. Ja, ik weet het echt niet, man. Ja, ik ook niet. Top. Top? Ja. Ik zag ook top, man. Titel 2, Roadhouse. Top. 100% top. Ja, ik zeg je heel eerlijk. Ik zeg wel meer dan top of flop. Maar schijnbaar zijn de cijfers nu al naar buiten gekomen. Het is een top. En tenslotte titel 3, Shirley. Flop? Ja, ik weet niet waar het op gaat. Nee, Shirley niet. Twee zinnen. 1968 werd ze de eerste zwarte vrouwelijke congreslid. En in 72 had ze een campagne gevoerd voor presidentsverkiezingen. Als kandidaat wel, zijnde. Ja, zeg maar wel. En daar een film van. Top. Ik zeg ook top.
Ja, Hakan, jij zei Kung Fu Panda 1 tot 4 top. Ja, vertel even. Licht even toe. Nou, jongens, het is de eerste keer dat ik Kung Fu Panda ga kijken. Dus, oh ja, dat is het. Ja. Nee, ik kijk eruit. Nee, maar het is echt een leuke film. Het is echt een leuke film. Ik heb ook nooit Kung Fu Panda gekeken. Ja, ik zeg dus, je, dus Kung Fu Panda is leuk. Ze hebben me ook al een tijdje geleden dat Kung Gaan Fu Panda we deze in de bioscoop kijken ook? Lekker man. Waar wil je mans kijken? Ja, weet niet. Misschien komt hij uit op een streamingdienst. Nee. Komt in de bioscoop. Titel 2 Roadhouse. Wat zei jij? Top. Jake Gyllenhaal, hè? Ja, ik zei ook top. Ja, de eerste cijfers zijn al uitgekomen. Het is gebaseerd op een film uit 1980 of zo. 1979 of zoiets. Ja. Het is een remake. Dus zoals ik zeg, de eerste cijfers zijn naar buiten gekomen. Het is een topfilm schijnbaar. Ja. Er was wel heel veel gedoe over dat het eigenlijk gemaakt was voor de bioscoop. maar dat het nu gelijk op Amazon komt. Mm-hmm. Er was een beetje oneenigheid over intern. Maar uiteindelijk is die bij SXSW, die hele event, is die in première gegaan. En de regisseur zelf was aanwezig. Dus ik denk dat ze de strijdbel hebben neergelegd. En de film komt gewoon op Amazon Prime. Ja. En Shirley, jij zegt flop. Waarom zeg je flop? Ik heb niks voor politiek. Nee, top. Beetje autobiografisch, toch? Ja. Of biografisch, sorry. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Ik zei ook top. We zijn weer aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de Video Corner podcast episode. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcasts en Podimo. Was ik bijna vergeten. Ja, ja. We zijn ook te vinden op verschillende social media platformen zoals Instagram, Facebook en TikTok. Op Instagram en TikTok heten we @TheVideoCorner. Op Facebook heten we gewoonweg de Video Corner. Jongens, bedankt voor je aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Ja, luisteraars en kijkers. Luisteraars en kijkers moet je bedanken. Ja. Volgende week maandag zijn we weer terug met een nieuwe review-episode. En dit keer gaan we het hebben over de hitfilm Ricky Stenicki. abonneer snel om dit niet te missen. Zet het belletje aan en zo krijg je een melding wanneer de aflevering online is. Jongens, nogmaals, dank jullie wel. Luisteraars, bedankt. Tot de volgende keer. Joejoe. Doeg. Joe. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.